Welkom in Overbos. Ik ben Mark en ik ga je vandaag een woning laten zien. Hier schuin achter mij de woning op Bunderbos 69. Een hoekwoning. De woning is aan de achterkant recht opgetrokken, waardoor die extra ruimte heeft. Dat is super interessant. We gaan naar binnen om te kijken wat we daar aantreffen. Renovatie heeft plaatsgevonden in 2015. Eigenlijk de gehele woonkamer en de keuken. En ik ga het jullie graag laten zien. Elementen hier zijn ook van kunststof, dus onderhoudsarm, net als de kozijnen. En dan vanaf via de hal naar binnen komen, in de woonkamer, is gelijk wat opvalt dat licht. Super strak gestuk plafond, strakke wanden en een PVC vloer. Echt wel heel erg mooi, goede tint ook, dat grijs. Er zijn hier luxere deuren toegepast. Voor nog wat extra cachet aan de woning. En aan de achterkant hebben we zelfs zo'n boerderijdeur. Zo'n deur die in twee delen open te maken is. Aan de voorkant treffen we de keuken. Ook die is, zoals ik buiten al zei, van 2015. Voorzien van 5-pits gasfornuis, koelkast, vriezer, oven, magnetron, de vaatwasser. Ja, prachtig natuurlijk. Hele mooie werkruimte en super strak. De woning telt op de eerste verdieping 3 slaapkamers. En zoals ik ook al zei, die zijn wat vergroot aan de achterzijde, doordat de gevel recht is opgetrokken. 2 slaapkamers aan de achterzijde dus, 1 aan de voorkant. En daar hebben we een badkamer. En die badkamer die is ook nog eens een keer in 2007 opnieuw gedaan. Dat betekent dat we nu een wastafelmeubel hebben, kwartronde douchecabine, tweede toilet en een lichtbad. Gaan we door naar de tuin. En die tuin die ligt pal op de zon. Beter kan niet. Dan zien we dat die leuk is ingedeeld met wat verschillende terrassen. Extra veel privacy naar achter omdat we geen woningen achter de woning hebben. En we hebben een stenen schuur. En lopen we dan nog wat verder. Dan is het heel aardig om nog even naar de achtergevel van de woning te kijken. Ook daar valt op dat er kunststof is toegepast. In 2013 is er nog een dakkapel geplaatst. En op de tweede verdieping hebben we dus nog een volwaardige slaapkamer en zelfs nog een bergzolder. De cv-ketel die er hangt is van 2013 en we hebben nog plek daar voor opslag. Nou, wilt u meer komen kijken? Bel voor een afspraak.